DHCP versie 4. De configuratie van DHCP als server op een router en ook als client, hè, hoe dat dan eigenlijk werkt. Dus de bedoeling van DHCP is het toekennen van IP-adressen aan clients. Dus je kunt een router ook zo instellen dat hij dat eigenlijk uitdeelt. In principe kun je zeggen van, oké, ik ga dat niet op een router doen. Hè. Nu, bij sommige configuraties is dat gemakkelijk van te zeggen, oké, het is de router dat dat uitdeelt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld in Congo ook een router zo ingesteld, omdat anders heb je een extra server dat als DHCP-server moet ingesteld worden. En dat is soms veel moeilijker dan dingen als router in te stellen. Dus, hoe werkt dat? Normaal gezien gaat de client een adres vragen. De DHCP-server gaat zeggen, gebruik deze adres maar. De client gaat dan ook bevestigen van, oké, ik ga deze adres gebruiken. En dan kan die voor een bepaalde tijd dat bepaald IP-adres gebruiken in een systeem. Hè. Dus protocol dat dat is eigenlijk een discover. Dat betekent dat een client opstart en zegt van, ah, ik wil graag een DHCP-server met een adres. Hè. Die gaat dat eigenlijk sturen op netwerk. Eigenlijk eender welke DHCP-server, die kan eigenlijk antwoorden. Die zegt van, ja, deze is het adres, die geeft dat terug. En die client gaat dan ook bevestigen met een DHCP-request. Gaat eigenlijk zeggen van, ja, deze wil ik eigenlijk behouden voor die een bepaalde tijd. En dan zegt die server, ja, het is oké. Ja, je mag dat gebruiken. Voilà, dat is eigenlijk de dingen. Het andere is van, oké, die client is al een tijd aan het draaien. Dan kan het zijn dat hij daar moet refreshen, zeg maar. Dat hij opnieuw een adres moet vragen en opnieuw een request moet doen om te zeggen van, mag ik dat nog eens gebruiken voor die bepaalde tijd? En dan kan die DHCP-server zeggen, ja, het is goed, je mag dat nog gebruiken, hè, of niet. Hè. Nu kunt elke router dus configureren als DHCP-server. Nu, het belangrijkste is misschien, als voordat je dat doet, dat je zegt van, ah ja, ik wil deze adressen uitdelen, maar ik wil ook deze adressen niet uitdelen. Hè. Dus die een excluded adres. Je moet ook bepalen welke adres dat je niet wilt. Hè. Je kunt dat opgeven met één bepaald adres dat je wilt niet uitdelen, of een range, hè, dat je niet gaat uitdelen, zeg maar. Hè. Dat doe je eerst, want als je eerst je dingen gaat uitdelen, ja, dan heb je een probleem, want dan zijn die al uitgedeeld, die adressen, voordat je vertrokken bent, zeg maar. Hè. Dus de eerste stap is eigenlijk, van, je gaat een pool maken, hè, en in je pool zeg je van, welke adressen ga ik eigenlijk willen uitdelen op mijn systeem. Hè. Dus hier houden we misschien best de configuratievoorbeelden in bij. Hey, dat zijn bijvoorbeeld, ik zeg hier van een 1 tot een 9 ga ik niet uitdelen. En doen 2, 4, 5 ook niet. Hey, dus we kunnen zeggen die niet, die niet, die niet, enzovoort. Hey. Ik ga een pool maken waar ik zeg van, de rest deel ik eigenlijk wel uit. Dat is een gateway dat ik ga instellen. Dat is een default router. Een DNS-server, zo kun je er 2 gaan definiëren. En een bepaald domein dat je inzit. Hè. Dat is eigenlijk de standaard configuratie van een DHCP-server dat je kunt gaan doen op een router. Met een show-run-config kun je kijken hoe dat is ingesteld. Met een show-ip-bindings kun je ook zien welke dat al zijn uitgedeeld. Hè. Welke clients al een bepaald adres hebben gekregen. Statistics kunnen we opvragen, hè. Wil dat afzetten, zeggen van, ah nee, geen DHCP meer, is dat mijn no-service DHCP, en dat ding zet zich af. Een ander probleem dat je kunt hebben, is, zeker in een netwerk, hè, dus ik zit hier in een bepaald stukje van het netwerk, hè, bijvoorbeeld Cisco Labo, hè, en daar hangt dan een router, want dat is afgeschermd van de rest van mijn netwerk, hè, en die poort is hier G00, 3x0, en de echte DHCP-server zit hier. Ja, die zit hier in dat netwerk eigenlijk. In principe, als ik als PC ga aanvragen met een broadcast, kan ik alstublieft een adres krijgen, dan komt er geen. Want die server steekt in een ander netwerk. Je zit echt een router tussen. Hè? Dat gaat zo maar niet, die communicatie. Hè? Dat zit eigenlijk een beetje vast, die communicatie. Dus je kunt daar eigenlijk niet door. En de oplossing daarvoor is een relay, DHCP relay. Je gaat dan eigenlijk zeggen, op deze poort, hè, op die poort aan deze kant, zeg je eigenlijk, moet je ook een helper service hebben, en dat is de helper. De helper is die een DHCP server. Hè. Dus op de binnenpoort, waar dat je eigenlijk ook extra services wilt, gaan we eigenlijk definiëren. Dat is een helper adres. Hè.
Dus hoe configureer je dat? Bijvoorbeeld op diezelfde poort, de 0000, ga je zeggen, het helperadres is 11.6, dat is het nummer van de DHCP in dat andere netwerk. Hè. Dan ga je eigenlijk zo'n beetje doorschakelen, hè, naar dat systeem. Hè. Dat is niet alleen voor DHCP zo, maar ook voor andere services dat je kunt doen. Een DNS kun je dat ook doen, een tijdserver, NTP, hè, als je de juiste tijd zult hebben. Takax is de logserver en Cisco kun je ook mee doen, hè. DHCP uiteraard, hebben we ook gezien. En andere services kunnen dat eigenlijk ook nog doen. Ik kan zeggen, van, ik stuur die door als helperadres op dat andere netwerk. Hè. Hoe kunnen we een client gaan configureren? Dus een andere interface, bijvoorbeeld van de router, kunnen we zeggen, dat is een client. Dat kunnen we in plaats van IP-adres, la, subnet mask, kunnen gaan zeggen, IP-adres DHCP. Vanaf dan gaat die eigenlijk zoeken op dat netwerk, naar een DHCP-server. Gaat hij vragen van, kan ik alsjeblieft een adres krijgen? Hè? En dan gaat hij dat kunnen toekennen. Hè? Uiteraard met een no-shutdown gaat hij dan zoeken naar zo'n bepaald adres.